En we hebben echt hele vieze beroepen zometeen na de ster in Helden. Dus u moet in elk geval kijken. Helden. We zien haar zo meteen nog terug. Dank u wel hier in het Spand en welkom. Welkom thuis bij aflevering 6 van Helden. Wederom met allerlei mensen die een held zijn in de ogen van anderen. Er is bijvoorbeeld iemand die Wim Kok een held vindt. Dat kan, terwijl anderen daar misschien, ik weet niet wat u ervan denkt in het Spand, die kunnen daar weer heel anders over denken. Sommige mensen vinden Romario een held. Morgenavond denken we daar misschien met z'n allen weer helemaal anders over. Dat kan allemaal. De ondernemers van de Eimarkt in Amsterdam. Ik vind het helden, maar de gemeenteraad van Amsterdam denkt er kennelijk anders over. Het mag, het kan allemaal in Helden. Vanavond beginnen wij met... Aha, daar zijn ze weer. En de eerste briefschrijver van vanavond, hij wordt door mijn charmante assistent Ted van der Barre opgehaald, is Hans Koevoet. Okay. Doe gelijk, Hans. Ja, Ted. Ziet er lekker uit, jongen. Welkom. Welkom. Hans Koevoet. Ja. Jij hebt ons een brief geschreven. Ja. Vertel op, wat stond erin? Dat ik mijn held, heldin, dat is Loes van den Heuvel. Loes van den Heuvel? Ja. Wie is Loes van den Heuvel? Loes van den Heuvel is eigenlijk, hoe kan ik het zeggen, de Belgische Caritefse. De Belgische Caritefse? Ja. Als je het ziet, dan zou je denken ja. Ja. Waar kunnen we haar zien? Bij FC de Kampioenen. FC de Kampioenen. Kampioenen, dat is een comedieserie die wordt uitgezonden op de BRTN. Op de BRTN? Ja. Welke avond? Je bent zaterdags. Zaterdags. Zaterdagsavond. En die gaan beginnen in oktober of november. Gaan ze aan de vijfde aflevering beginnen. Aha. En Loes van den Heuvel, ja? Die is de Caritefse van Serres A, van de Victorie? Zoiets. Zoiets. Nou, ik ben heel benieuwd. Je hebt het nou een beetje uitgelegd, maar we moesten het maar eens even gaan bekijken. We hebben een fragment uit FC De Kampioenen met daarin Loes van den Heuvel. En hier zijn we dan met onze prijsvraag. De vraag luidt als volgt, let op. Welke Romeinse... Hé, hey, hallo, daar is onze eerste kandidaat al. Met wie spreek ik? Is dat mij? Hey, inderdaad, mevrouw. Het is niet waar, hè? Ja, ik ben Carmen Waterslagers. Ah, mevrouw Waterslagers, u bent er wel vlug bij vandaag. Ja, ik voel dat gaat lukken, hè, meneer. Dan u de vraag? Ja. Welke Romeinse keizer speelde lier terwijl de stad afbrandde? Mevrouw Waterslagers. Ja, ik denk na, hè. U heeft nog 10 seconden. Ja. Nero, ga eens uit de weg. Officieel, mevrouw Waterslagers. Wat is? Inderdaad, het antwoord is keizer Nero. Het weekend is van u. Nu kan de tickets komen afhalen in de gezellige kantine van Radio. Oh, merci, meneer, merci. Oh, Nero, heb je dat gehoord? Een heel weekend naar de zee met Julio Iglesias en de Chippendales. Applaus, en daar is de Loes van den Heuvel. Aan de andere kant van ons, als je weer kunt. Zo ja, wat zit met dat ding, hè? Anders kunnen we niet horen. Loes van den Heuvel, ja. Welkom.
Je bent de heldin van Hans Koevoets. Ja. Hij gaat dat nog even toelichten. Nou, ik ken ze al lang, hè. Ja? Ja, ik ben al 3 keer bij jullie geweest, bij JTN. Ja, natuurlijk. En s'avonds na afloop een leuke pint gedronken. Ja, ja, ja. Dus dat liep wel eens enigszins uit de hand. Maar... Kun jij je dat herinneren, Loes van... Ja, ik moet zwaar nadenken, maar ja, je komt me toch bekend voor een leuke meneer. Dat herinner ik me altijd nog. Ja, ja, zoiets, ja. Ja, 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 ja. Dus dat vergeet je niet al. Nee. En wat ben je nou vanavond met Loes van den Heuvel van plan? Je hebt je vrouw thuisgelaten, heb ik gehoord. Ja. Is het waar? Oh. Ja. Ja. Dus ik denk dat ik om 5:00 weer naar huis moet. Dan kan ik om 6:00 weer beginnen. Ah, bon, dan hebben we al de tijd. Met werken. Met werken. Loes van den Heuvel, nou, de kampioenen, dat wordt hier ook wel bekeken. Wat doe je nog meer? Je bent actrice in België. Ja, onder andere, ja. Toneelschool daar gedaan. Ja, in 81 afgestudeerd. Ondertussen in heel veel Vlaamse theatertjes werkzaam geweest. En ja, voor de kampioenen, voor 4 jaar. Ineens bekende Vlamingen. Een bekende Vlaming geworden. Ja. Jullie hebben een zanggroepje met... Onder andere ook, ja. Dus dat zijn de vrouwen van de kampioenen. Van de kampioenen. En wij zingen dus, de zingende vrouwen van de kampioenen. Kortom, een drukbezet actrice. Ja, en die noemen de Championettes. En we hebben ondertussen al 3 cd's uitgebracht. Doe maar. Nou ja, een beetje reclame erbij, ja, dat mag wel vandaag. Dat mag, hè. Oké, nou, je bent de heldin van Hans Koevoets. Ja. Wat wij graag doen in zulke gevallen is hun een heel speciale avond aanbieden. Daar is... Ted van der Parre alweer met de riksja. En wat mij betreft gaan jullie daarin plaatsnemen. We gaan die kant op. De trap op. Hans, als jij eromheen wil lopen. En Loes aan deze kant in wil stappen. Lukt dat? Loes van den Heuvel en Hans Koevoets. Loes, hou je van voetbal? Loes, hou je van voetbal? We gaan recht naar het oosten nu. Hallo, waar ga je heen? Pardon. Naar het oosten. Naar het oosten. Nu, heb je daar zin in? Ja. Ben je teleurgesteld dat België is uitgeschakeld? Ja, eigenlijk wel, hè. Gaan wij wereldkampioen worden? Wel, ik hoop het. We zullen duimen. Hè. We zullen ze een kleine kans geven. Dank u wel. Wat sympathiek. Duitsland heeft jullie weinig kans gegeven, hè? Ja. Maar goed, het was niet anders. Hans Koevoets, bedankt voor je brief. Dank je, heldin, dat je hier wou zijn. Graag, en veel plezier vanavond. Doe maar wat. Loes van den Heuvel. Bliksemcarrière in de politiek. Fractievoorzitter van de VVD. Minister van VROM. En die M staat voor Milieubeheer. Voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Hij speelt bekkens in een carnavalsorkestje. Gescheiden afvalexpert en momenteel burgemeester van Breda. Eduard Hermannes, Theresia Maria, oftewel Etje Nijpels. Welkom, meneer Ed Nijpels. U bent 4 jaar, afijn, het kabinet is vlak voor de eindstreep toen gevallen. Ja. Daar zullen we niet langer op ingaan. Maar u was minister van onder andere Milieu. Dat klopt, ja. U verbaasde vriend en vijand met de betrokkenheid en de kennis op dit gebied. U bent een specialist geworden op het gebied van milieu. Mijn eerste vraag, hoe is het met het milieu in Nederland? Nou, op een aantal punten gaat het gelukkig goed met het milieu in Nederland. Op een aantal punten gaat het nog steeds slecht. Om een voorbeeld te geven, de afgelopen 35 jaar zijn we zo'n 50% van de Nederlandse natuur kwijtgeraakt. Is gewoon opgemaakt aan allerlei andere activiteiten. En dat betekent dat de natuur in Nederland nog steeds achteruit gaat. En dat is slecht. Gelukkig zijn er af en toe ook goede voorbeelden. Een van uw doelstellingen, om even op die slechte voorbeelden terug te komen, was die natuur weer te verdubbelen, terug te brengen naar wat het ooit was. Ja, het Wereld Natuurfonds heeft als uitgangspunt dat er de komende 10 jaar weer 2000 vierkante kilometer nieuwe natuur bij moet komen. Dat is evenveel als wat we vanaf 1965 zijn kwijtgeraakt. We zijn een eind op weg, maar er moet natuurlijk nog geweldig veel gebeuren. Dat kan alleen maar als de overheid veel doet, maar ook als alle natuurorganisaties daar aan meehelpen. Ja, het Wereld Natuurfonds. Onder andere. Onder andere ook Natuurmonumenten en heel veel andere hele goede organisaties. Ja. Nou, een van de grote dwarsbomers op het gebied van milieu is natuurlijk de auto. Hoe bent u hier? Ik ben hier met de auto. Oei! Terwijl de laatste trein naar Breda nog te halen is, heb ik bekeken. Ja, maar dan was ik hier niet op tijd geweest. Dan was je niet op tijd geweest. Nou ja, dat is een goede reden. De auto is natuurlijk, enerzijds geeft die mensen een heleboel vrijheid. En dat is ook het moeilijke probleem. Tegelijkertijd veroorzaakt hij een heleboel problemen. Heel erg veel vervuiling. We zijn bijvoorbeeld het land in de wereld met de hoogste dichtheid als het gaat om auto's per vierkante kilometer. Dat kun je in het westen van het land ook zien als je daar in de spits rondrijdt. We praten daar straks verder over, want dit programma heet Helden. En u hebt helden meegenomen. Ja. Mensen die rotzooi die wij met z'n allen creëren opruimen. Hè? Zo kan ik het ongeveer samenvatten. Eigenlijk de helpers van ons schone milieu, ja. De helpers van ons schone milieu. We gaan kijken, het eerste filmpje, naar de eerste helden van Ed Nijpels.
van de Nijmeegse Stadsvereniging, de heren Timmer en de Haas. Ted, haal ze maar op. Oké, deze kant op. Hallo. De Haas, als u daar wilt gaan zitten. Meneer Timmer, dank je Ted. Oké, meneer Timmer daar. Als u daar wilt gaan zitten. Ja. Welkom, de heren Timmer en de Haas. Ik vind het een beetje klinken als een malafide bouwbedrijf, Timmer en de Haas. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat is niet. Nee, jullie zijn werkzaam voor de stadsreiniging in Nijmegen. Jawel. Ja. Wat zijn jullie op dat filmpje wat we net gezien hebben, wat zijn we daar voor smerigs aan doen? We zijn een pompkelder aan het leegzuigen. Een pompkelder? Een pompkelder, waar daar worden alle fecaliën worden daar verzameld. Stront. Stront, ja. Ja, laten we daar niet omheen praten. En die pompt het vuile water op, maar het drek blijft achter. En het drek moet regelmatig weggehaald worden. En dat doen wij dus. U gaat dan, meneer Timmer, gezellig die drek afzuigen? Nou, hij zuigt af. Oh, er is rolverdeling. Waarom zuigt u niet af, meneer Timmer? We hebben een taakverdeling. En wat schuift nou meer, wel of geen drek afzuigen? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee. Het is een beetje vies werk, of niet? Ja, maar je raakt er aan gewend, hè? U raakt er wel aan gewend. Ja. Stinkt het ook? Behoorlijk. Ja, dat lijkt me ook. Wat valt nog meer onder jullie taak, meneer De Haas? Wij onderhouden het hele rioolgestel van de gemeente Nijmegen. Lekker. Wij ontstoppen verstoppingen van huisontsluitingen in het gemeenteriool. Wij ontstoppen gemeenteriolen en wij ledigen alle vetvangers in Nijmegen. Wat doe je? Wij ledigen alle vetvangers, vetafscheiders, bij restaurants en grootkeukens, zoals ziekenhuizen hun, en zo. Hun afval, ja. Vet. Wat is het vieste klusje wat u wel eens onder handen hebt gehad, meneer Timmer? Ja, eigenlijk is alles vies, maar wat is vies? Stront is eigenlijk het vieste natuurlijk. Nou, alle vieste willen ze wel. Ja. Maar voor ons is het altijd schoon, want er heeft nog niemand met de vingers aan gezeten. Ja, als je het maar op die manier benadert, dat lijkt me een hele frisse gedachte. Nog even, meneer Nijpels, waarom zijn dit nou uw helden? U moet zich realiseren dat er 50.000 kilometer riolering in Nederland ligt in de bodem. Daarvan is 10% op dit moment, 20% is kapot, moet eigenlijk worden vervangen. Dat zijn de mensen die dikwijls de karweitjes moeten opknappen. Als de riolering in Nederland niet zou werken, dan zou het een geweldige troep zijn. Hadden we een groot. En daarom is het goed dat deze helden ook eens een keer aandacht krijgen, want zij zijn de echte werkers. Oké, de helden van Ed Nijpels, Timmer en de Haas. Neem wat te drinken. Een cocktail. Alsjeblieft. Meneer Nijpels, gaat u gang. We hebben ze in deze chique omgeving gezet vanwege hun vieze werk. Ik kom straks bij jullie terug. Blijf lekker zitten. Ik ga ondertussen naar mijn volgende gast. U hebt haar al gezien en gehoord in het openingslied. Jazzliefhebbers hebben haar bovendien ook ongetwijfeld allang herkend. Morgenavond zingt zij op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Vanavond is ze hier. Lilith McIntosh. Hi. Hallo. Hi. North Sea Jazz Festival, morgenavond. Is dat je eerste optreden op het North Sea? Nee, ik heb vorig jaar ben ik voor het eerst daar geweest. Het debuut. Ja, en ik was zo nerveus dat ik me dat ook eigenlijk nauwelijks meer allemaal kan herinneren. Omdat het zo, ze zeggen dan in de muziekwereld dat je het een beetje gemaakt hebt. Nou, ik heb niks gemaakt. Ik mocht daar staan. Maar je mag terugkomen. Maar ik mag terugkomen en nu ga ik het ook ervaren, zeg maar. Nu ben ik niet zo nerveus. Nu. Nou ga je het echt maken. Dan ga ik het gewoon te gek doen. Toch heb je al heel erg veel gedaan. Laten we even wat opsommen uit je carrière. Barnum. Ja. Ik Jan Kramer. Ik Jan Kramer. Hard Rose. Hard Rose, knalblauw. En keihardblauw, knalblauw. Ja. Hair. Hair heb je. Juicy Too met Hans Schraafsteen. Ja. Is dit jazz zingen, is dit wat je het liefste doet? Absoluut. Ik zal je zelf vertellen, de eerste cd die ik maakte was in 1977 en dat was My Funny Valentine. Nou ja, meer jazzy kan haast niet. Dat is jazzy, je dus ik heb gewoon heel veel gedaan voordat ik nu eindelijk een beetje tot rust kwam en gewoon doe wat ik moet doen. En je plekje gevonden hebt. Absoluut, ja. Oké, dit programma heet Helden. Ik moet er weer op aandringen, want je bent hier niet om voor jezelf te pleiten, maar je hebt een held. Ja. Waar moet een held aan voldoen om te beginnen? Hij moet dapper zijn. Ik moet heel lang op zijn rug kunnen zitten zonder dat hij moe wordt. Hij is heel lui namelijk. Ja, ja. Zo'n soort held. En hij moet heel dapper zijn, ook in, als er gevaar is, dat hij er niet van wegloopt. Nee, hij springt afgaat. Voor jou ja, in de bres. Ja. Ja. En je hebt zo'n held. Ik ga je even onderbreken. We hebben foto's van jouw held. Ja, ik hoop het, ja. Die kunnen we daar zien. Oeps, daar staat hij. Het is die enge man op die hoge ladder. We zien zijn gezicht nog niet echt goed, maar dat is jouw held, hè? Ja. Een ramenlapper. Een lapper, ja. Een lapper. Ja, een lapper. Nou, hoe heet hij? De stier, kom erbij. De stier. Ted, haal jij de stier even op. Tom
helft die je houdt. De helft van Leeuw Mackintosh. Het zoent allemaal. Ja, bedankt. Dag, tot ziens. Kom hier zitten. Kom hier zitten. Nee, is leuk. Nou, je bent erbij gelapt. Ja, ik ben altijd op de helft geweest ook. Tom Stierhout, hè? Juist. Ja. Oh, wat gaan we gelijk intiem doen? Ik wou even met hem praten. Ja, even jij komt zo in de buurt, Lils. Ja. Ramenlapper? Ja, glazenwasser. Ja. Glazenwasser, pardon. Op zo'n hoge ladder. Ja. Is dat niet doodeng? Nee hoor. Je vindt het leuk? Ja, ik vind het leuk. Hoe lang doe je dit al? Ik doe dit nou 8 jaar. En hoe lang denk je dat te blijven doen? Nou, ik hoop nog lang. Lil zou nou eens even je mond zitten steeds doorheen te praten, zeg. Nou, als het goed gaat, meer werk, meer personeel nemen, hoef ik het zelf niet meer te doen. Hoef je zelf die ladder niet meer op? Juist. Hé, Lils, kun je lang op zijn rug zitten? Is die jouw held? Ja, ik kan heel lang op zijn rug zitten. Moest eens weten. Nou ja, laten we niet in details treden. Oké, meneer de glazenwasser, Ton Stierhout alias de Stier. Yeah. Je bent de held van Lils Mackintosh en dat is niet zomaar iedereen. Ze gaat bovendien speciaal voor jou een lied zingen. Ze wordt begeleid door haar combo, bestaande uit Chris Mone, Jan Voogd en Frits Landersbergen. The man I love, Lils Mackintosh. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, that one I love. And when he comes my way, I do my best to make him stay. He looked at me and smiled, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He built a little home just meant for two, from which I never roam. Who would you? And so else above, when I'm waiting for the man I love. Yeah. Just meant for two, from which I never roam. Who would you? And so else above, when I'm waiting for the man I love. Okay, als jij Ted met de Riksja. Willen jullie wel samen? Wel ja, dat zoent maar raak. In de riksja, dat is romantisch. Neem plaats. Neem plaats. En waar ik nou eigenlijk nog heel nieuwsgierig naar ben, Lils en Ton. Ja. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Nou, waar dacht je? In de kroeg natuurlijk. Oh. Ja. Daar was jij raam aan het lappen. Dag Ines. Ja, daar ben ik altijd van. Ja. Oké, veel plezier nog verder vanavond. Klim maar op zijn rug. Smaar, even lappen. Tot smaar, ziens. Soms. Lils Mackintosh. En de Stier. Ik ga terug naar meneer Ed Nijpels en zijn helden, Timmer en de Haas. We hebben het over het afval onder de grond gehad en nu even het afval boven de grond. De gewone dingen die wij weggooien. Op straat, helaas, thuis, in de afvalbak. Strand, deze dagen. Op het strand veel, ja. Dat moet natuurlijk allemaal niet. De bedoeling is, u bent burgemeester van Breda, dat gescheiden afvalsystemen worden. Hebt u het al? Dat hebben we in Breda al. In Breda moet je het afval in 6 soorten scheiden. Papier apart, dan kun je verpakkingen. Van melk apart, blik apart, klein chemisch afval, groente, fruit uit tuin en dan nog de flessen natuurlijk.
En glas. Ja, dus iedere klein behuisde heeft 6 van die containers in zijn kamer staan. Je hebt wat kleine zakjes in de keuken staan. Dat is dikwijls een probleem, een reëel probleem, waar we ook in Breda mee te maken hebben. En wat doet u daaraan? Nou, we proberen het natuurlijk voor de mensen toch zo goed mogelijk te organiseren. Dat betekent regelmatig ophalen en ook kijken of je het systeem kunt verbeteren. Maar ja, in een klein huis blijft het natuurlijk het gescheiden op inzamelen, blijft een probleem. En hoe motiveer je de mensen wanneer er dingen gebeuren als wat ik van de week las? Iedereen scheidt keurig zijn afval. Het komt in aparte zakjes. En dan staat er één hele grote verbrandingsoven die niet genoeg te doen heeft. Dus dan kieperen we het allemaal weer bij elkaar en fikken het op. Dat is dus een ramp. Als dat soort dingen gebeuren, dan kun je mensen ook niet meer motiveren. Nee, lijkt mij ook. En daar moet je ook zorgen voor dat je aan de mensen vraagt of ze het gescheiden willen verzamelen. Moet je ook zorgen dat je goede verwerkingsmogelijkheden hebt. Lijkt me en die hebben gelukkig beginnen we die steeds meer te krijgen. Alleen we staan nog aan het begin van een heel lang proces. Om te proberen toch zoveel mogelijk weer het afval te recyclen. Ja. Om indruk te geven als je kijkt naar de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland, hoeveel? Dan is dat per jaar een hele trein van Amsterdam naar Lissabon en terug. Zo. Helemaal vol. Dat is een hele. Dat zijn gigantische hoeveelheden. Scheidt u uw afval thuis? Ik scheid het van thuis. Ja, heel netjes. In 6 soorten? Nee. In een paar soorten. Nee. Timmer ook? Ja, zeker. Ja, denk erom. Want al die troep op straat, het moet allemaal maar opgeruimd worden, hè? Ja. Uw volgende helden hebben daarmee te maken. We verklappen nog even niet wie, maar we gaan wel kijken naar een filmpje met de tweede helden van de heer Ed Nijpels. Kom eens aan. In Utrecht, Jacqueline van Touwen en Monique Berens. Ted, haalt zo. Hallo. Okay. Welkom, kom erbij zitten. Welkom, jij bent Jacqueline van Touwen. Ja, Jacqueline Herbsen. Oh? Ja, pas getrouwd. Pas getrouwd, ja. Nou gefeliciteerd. Dankjewel. En waar is Monique Berens? Die heeft een blinde darmontsteking. Die heeft een blinde darmontsteking, ja. Dus ze kon helaas niet komen. Ligt in het ziekenhuis. Ja. Maar jij vertegenwoordigt haar ook. Ja, ook hier wel. Vanavond als heldinnen van Ed Nijpels. Hé, hey, wat is er leuk aan straatvegen? Ja, het is gewoon heel afwisselend werk. Ja, je komt heel veel verschillende dingen tegen. Het is allemaal gewoon vies. Ja, het is heel vies. Ja. Je komt van alles tegen. Maar het ene is nog lekker viezer dan het andere. Ja, wat ik net zeg, ja. Ook veel hondendrollen en dat soort dingen. Jakiba. Ja, dode beesten en echt van alles. Je veegt alles op. Is het niet wat ouderwets met zo'n bezempje? Hebben jullie niet zo'n karretje met van die ronddraaiende? Ja, die hebben wij ook, ja. Maar dit gebeurt ook nog? Dit gebeurt ook nog, ja, met de hand. Zo'n prullenbak met de hand, moet je dat leegmaken? Ja, dat moet je met de hand leegmaken, ja. Wat is nou het vieste wat je ooit tegengekomen bent? Ik heb ooit eens een dode kat op moeten ruimen. Dat vond ik heel vies. Ja. Dus die lag echt helemaal uit elkaar. En dan zat ik met mijn schepje van... En hij was zo zwaar, ik denk, nou... Die valt er zo vanaf, weet je wel. Dus dat, dat vond ik wel vies. Heb je nou altijd van kinds af aan straatveegster willen worden? Nee, totaal niet. Nee? Ik had nooit verwacht dat ik dit zou gaan doen. Maar je blijft het wel heel lang doen? Ik hoop het wel, ja. Ik vind het heel leuk werk. Lekkere vieze klusjes. Ja, vieze klusjes. Je houdt daar wel van. Ja, ik hou er wel van. Okay. Nou, je bent heldin van Ed Nijpels, met Monique, die er helaas niet is. Ja. Wilt u daar nog een toelichting op geven? Ja, ik denk dat het filmpje het al heeft aangetoond. Het is ook weer werk wat moet gebeuren als zij en haar vriendinnen niet zijn... Dan wordt de stad wordt een puinhoop en dat gaat voor een heleboel van haar collega's in het hele land. Dat zijn dus de mensen, en dat is het ergste, die alles opruimen wat wij op straat laten liggen. En daarom is het een held in het kwadraat. Is er weinig animo voor dit werk? Weet jij dat? Ja, wat vrouwen betreft wel, ja. Ja. Het zijn echt meer mannen die het doen, ja. Je bent een uitzondering. Ja, het wordt al wat beter, er komen steeds meer vrouwen bij, maar het is toch meer mannenwerk eigenlijk. Ik wilde dat we inderdaad zo'n uitzondering hadden. Wat, in Breda ik zou willen vrouwen. Dat we in Breda zo'n uitzondering hadden. Wonen, in Breda hebben we geen vrouwen. Ja, nou misschien kun je er wegkopen. Ja. Hey, we waren in Utrecht om jullie te filmen. Ja. En daarom heeft
Ted van der Parre direct maar eventjes de helden dubbeldekker op sleeptouw genomen. En zijn we in Utrecht op straat mensen naar hun helden gaan vragen. De helden van Utrecht. Heb ik een held? Jean-Claude Van Damme. Kijk eens aan. Dat is die Bella. Ja, dat is die Bella met het televisieprogramma. Hey, ik heb een hele kop, man. Ja. Waarom is hij jouw held? Omdat hij een mooi figuur heeft. Wat is Muis in de Demolition Man? Nee, alleen Jezus Christus, wat ik zeg van die filmbewondering. Mijn zoon. Vind ik soort held. Ja, de mensen die iets goeds doen, zeg maar, voor de andere mensen, dat ik dat wel helden vind. My wife. Ik hoef niet over na, ik heb geen held. U hebt absoluut geen held. Nee. Ja, ik heb een maatregelbewondering voor een motorheld. Voor een motorheld? Ja, ik heb een zwans. Ja, Lucky vind ik wel lachen. Ja, ik, hij. Wat bijvoorbeeld? Je vader verricht goed werk? Ja, zeker. Wat doet hij? Hij is buschauffeur en hij heeft dingen ontwikkeld voor hulp in Roemenië. Kledingtransport en zo. Alleen mijn moeder. Dat is mijn vriendin. Ach, ja. Eigenlijk wel hartstikke schattig. Dat hij het zo lang met mij volhoudt. Dat is knap. Ja, voor in de horeca. Saskia. Nou, wie ik best wel leuk vind is Arnold Schwarzenegger, vind ik wel leuk. Koningin. Koningin. Dat ze geen privéleven bijna heeft. Heeft u een held? Meld die held. Helden, KRO Televisie, postbus 23000 1202 EA in Hilversum. Telefoon 035 713 911. Inderdaad. Meneer, zou ik even op uw stoel mogen zitten? Ja, daar heb ik net een mooi plaatsje voor aan en dan moet ik hier weg. Dan ik denk ik eigenlijk niet over. Oh, Ted, kun je even helpen? Meneer wil niet. Dat wil je wel, hè? Zullen we nou kijken? Ted, neem meneer even mee. Ja, ik wil, wat een brutale man. Ik wil namelijk even naast u zitten. Oh. Oh? Waar staat nou? U bent mevrouw Els Sieremans. Klopt, ja. Klopt. U bent in de laatste 5 jaar... een stuk of 18, 19 keer geopereerd. Klopt, ja. Klopt. Dat u hier überhaupt nog zit, hebt u te danken aan een enorme vechtlust, doorzettingsvermogen, een onbegrijpelijke opgewektheid. Nou worden we wel bescheidener, maar dit is een dochtertje. Ja. 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 Is je moeder opgewekt en een doorzetter? Ja. Mooi, dat wou ik even weten. Gaan we aan deze kant weer verder. Ja. Hoe weten wij dit allemaal? Dit weten wij omdat uw man, Hans Sieremans, die zojuist door Ted van der Parre is afgevoerd, ons een brief geschreven heeft en voor u een lied. Uw aandacht voor cabaretgroep De Eigen Bijdrage met De Operatie. Daar staan we. Is de seconde wijzer die zich wegtikt in de tijd. Volg minuten lang zijn rondjes, maar de tel die ben ik kwijt. Ik ben bang en ik moet wachten, naast me ligt er een margriet. Die ik pak en ik kijk blaadjes, want het lezen lukt me niet. En ik zie die wijze draaien in een eindeloze sleur. In een klok met zwarte cijfers over een gesloten deur. En ik maak een beker koffie uit de koffieautomaat. Lauwe koffie niet te drinken en het wordt intussen laat. En mijn hart dat voel ik bonzen en die deur die blijft maar dicht. En die wijzer blijft maar draaien, want dat draaien is zijn plicht. En mijn lijf voelt zich onrustig, waarom duurt het nou zo lang? En ik doe een schietgebedje. Mijn God, wat ben ik bang. Buiten wordt het langzaam donker, binnen gaan de lichten aan. En ik sta weer naar die wijze, zal die deur snel open gaan. En opeens daar gaat hij open, en ik zie daarin het licht.
dokter die jou opereerde. En ik kijk naar zijn gezicht. Het is vermoeid, maar ook tevreden. Hij zegt, als u mij het vraagt, mag ik u feliciteren. De operatie is geslaagd. Als dat geen eigen bijdrage is voor Els Sierenmans. En daar komt uw man, Hans Sierenmans. We gaan hier zitten. Als u hier wilt gaan zitten. En als u daar wilt gaan zitten. De operatie door de eigen bijdrage. Wat zegt u? In de maling genomen. In de maling genomen. Nou, het was uw man Hans. Ik ga even achterlangs. Het is iets beleefder met die microfoon. Blijf rustig zitten. Ik wil eigenlijk vragen of ik nog thuis mag komen vanavond. Nou, dat zullen we aanvragen. Mag je nog thuis komen? Ja, ja, u mag nog thuis komen. Gelukkig wel. U hebt een brief geschreven. Ja, dat klopt. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, nou, ik moet u zeggen, toen ik op een gegeven moment een oproep voor helden zag, waarin mensen opgeroepen werden die veel respect en bewondering afdwongen, toen dacht ik gelijk aan Els. Els is met het hele gezin, maar vooral zij toch door een heel diep dal gegaan een aantal jaren geleden. En ik denk, nou, dat is zo'n kleine anonieme held. En vooral de wijze waarop ze zich doorheen geslagen heeft, ja, dat ook zoveel bewondering, dat ik zeg, dat is mijn held. En toen hebt u haar aangemeld? Toen heb ik haar aangemeld, en wij vonden dat een leuk idee, mevrouw Els Sierenmans. 18 keer geopereerd, 19 keer? Ja, zoiets. Je bent de tel ook kwijt op een gegeven moment. Ik ben ook kwijtgeraakt, ja. Ja. Nou, ik hoop voor u dat het de laatste operatie was. Vond u het een mooi lied? Ik hoop het ook. Ik vond het prachtig. Ja, ik was toch wel blij verrast hiermee. Nou, maar ik schrok wel erg. Mevrouw Els Sierenmans, bedankt dat u de heldin van uw man wil zijn. We gaan u ook heel speciaal afvoeren. Ted van der Parre komt weer met de riksja. En jullie gaan romantisch af. Kom. Kom, ga mee, ga mee. Kijk nou eens wat mooi. Wij letten wel op de kinderen. Lala. Als u aan die kant instapt en u aan die kant instapt. Ted, gaat alles goed? Ja, prima. Kunt bijbenen? Gaat het? Ga voorzichtig zitten. Lukt dat allemaal? Ja, straks springt het weer open. Dat moeten we niet hebben. Oké, prettige avond verder en bedankt. Hans en Els Sierenmans. Terug naar het milieu, Ed Nijpels en zijn helden. We hebben het over riool gehad, we hebben het over straatafval en huisafval gehad. Maar nu even de echt bedreigende dingen. Het chemische afval, het echte allervieste zo'n beetje wat er bestaat. Wat is echt bedreigend voor ons? Wat is echt eng? Nou, wat heel slecht is voor het milieu in ieder geval, is het kleine chemische afval. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je toch thuis ook dikwijls gebruikt, maar die voor het milieu heel slecht zijn. Die mensen heel dikwijls door het toilet spoelen of door de gootsteen. Dan gaat het om terpentijn, dan gaat het om verf, dan gaat het ook om nagellak. Ja. En kortom, al die dingen die je in het huis hadden gebruikt, maar die niet in de riool terecht horen. En hoe motiveer je mensen als we lezen in de krant dat er via de Rijn en de Maas, ik weet niet wat voor chemische rotzooi dit land binnenkomt. Hoe motiveer je mensen om dat klein chemisch... Gelukkig is het afgelopen jaar de Rijn een stuk schoner geworden. Oh, de mensen die moeten gemotiveerd worden doordat je ze duidelijk maakt dat die troep in het riool gooien, dat het gewoon heel slecht is voor het riool, om een indruk te geven. Vorig jaar gingen zo'n 6 kilogram klein chemisch afval per seconde in Nederland door de gootsteen heen. Ja, dat zijn spullen die heel schadelijk zijn voor het milieu. Die uiteindelijk ook de beide heren weer tegenkomen. Ja, meneer Timmer en meneer Je moet je dus thuis bewaren. Ik ben dan wel benieuwd. Jullie komen dat nog steeds tegen of wordt dat minder? Het wordt wel minder. Ja. Maar je komt nog steeds riolen tegen die slecht zijn door invreten van chemisch afval. Van sterk bijtende reinigingsmiddelen bijvoorbeeld. Maar vinden jullie batterijtjes in het riool? Nee. Nee, dat soort dingen niet. Het gaat om vloeistoffen die mensen... Olie wel eens, benzine, petroleum, diesel, dat wel, maar... Ja. Over die batterij is wel een goed voorbeeld, want ja, per jaar, om even een getalletje te doen, per jaar gebruiken we in Nederland 120 miljoen batterijen. 120 miljoen batterijen. En daarvan gingen tot voor kort gingen er zo'n 100 miljoen, verdwenen gewoon in de vuilnisbak. Die komen dus terecht op de vuilnishoop. Het zijn ook weer allemaal kleine bommetjes met chemisch afval. Ja, ja. En die moeten nu gelukkig worden ingezameld. Ja, nou, dat is op zich terecht. We hebben allemaal een zendertje opgeprikt voor de microfoons. Daar zitten ook batterijtjes in, het spijt me, maar anders doen ze het niet. We zullen ze in elk geval gescheiden bewaren. We gaan kijken naar uw volgende held. Het is wederom een filmpje. Iemand die met deze problematiek te maken heeft. Let op, het filmpje met de derde held van Ed Nijpels.
uit 's-Hertogenbosch, Gerrie van Zundert. En mijn charmante assistent brengt hem deze kant op. Hallo. Welkom, onder wij zitten. Wilt u een drankje? Nou, ziet er lekker fel chemisch gekleurd uit, hè? Het is chemisch gekleurd, ja. Chemisch gekleurd. Nou, u mag het ook zo meteen opdrinken. Want ik wil eerst wat dingen van u weten. U scheidt chemisch afval. Ja. Nou, dat klinkt wat raar. U sorteert chemisch afval. Dat lijkt me beter in dit geval. Je sorteren, ja. Ja. En ik zie een masker. Ik zie handschoenen. Ja, dat is wel nodig. Is het gevaarlijk werk? Het is heel gevaarlijk werk. Zit dat ding u in de weg? Dan zetten we hem weer even terug, hoor. Zo, drinken we straks wel op. Okay. Het is heel gevaarlijk werk, omdat je dus verschillende stoffen bij elkaar... Dus in een multitank wordt. Mm-hmm. Alles wat binnenkomt, het meeste is niet gestikkerd, is niet. Er staat geen beschrijving meer op. Je weet niet wat het is? Eigenlijk niet wat het is. Ga je ruiken? Nee, dat doen de meesten wel, maar het is niet goed. Dat is niet goed. Je moet dus met stroken, met teststrookjes. Je doet maar kijken welke stoffen dat zijn. Wat het is. Als het brandbaar is, kan het meestal aan bij elkaar. Ja. Wat ik dan graag wil weten. Meneer Nijpels motiveerde ons zojuist al om ons afval gescheiden te bewaren. Het klein chemisch afval bij elkaar. Nou heb ik thuis zo'n rode ton gekregen. En daar moeten dus de batterijen in en de aceton en de lippenstift en noem maar op. Allemaal in diezelfde rode bak. En de terpentine. Gaat dat in die rode bak nou niet onderling ook een klein beetje zitten reageren? Als de mensen het gewoon in de normale verpakking, waar ze het ook in krijgen, dus in de bak zetten, is er niks aan de hand. Maar als je dus alles hebt door elkaar in gegooien, want... Er zijn dingen bij die met elkaar kunnen reageren. Het terpentijn, daar heb ik een potje, daar zet ik een kwast in, maak ik schoon. En dan moet ik dat potje leeg hebben, want dan wil ik weer opnieuw gebruiken. Dat wil ze weer opnieuw gebruiken. Dus daar gooi ik die terpentijn in die rode emmer. Die moet in dat potje eigenlijk blijven zitten, want anders dekseltje erop. En dan vloeistof dicht, in de doos. Ook zorg dat de batterijen dus niet met het metaal in aanraking komen, want dan kunnen er wel ongelukken gebeuren. Dan gebeuren er ongelukken. Want dan, als zo'n potje open is en er komen dampen uit, dus giftige gassen, brandbare gassen. Aan zo'n batterij van 9 volt. Dus eigenlijk een ontstekingsbron. Explosie. Oh, explosiegevaar. Dus dan kan zo'n bak de lucht in. De hele buurt in rep en roer. Ik wil het even snel weten. Jacqueline, scheid jij je afval netjes? Meestal wel, ja. Meestal wel, ja. Nou, aan jullie had ik het al gevraagd. En meneer Nijpels, u scheidt uiteraard uw afval netjes. Dat moet wel. Het heet kliko's, hè, in Breda? Kliko's, ja, we zijn alle soorten. Dat kliko's zijn die bakken waar je 3 soorten glas in kunt opbergen. In Breda hebben we het witte... Het bruine en het groene glas zamelen apart in. Jullie gaan echt heel veel. Maar dat vind ik heel goed. Ja, dat zeker. Bedankt, Gerrie van Zundert. Ik kom zo meteen op jullie terug. Jullie zijn nog niet van me af. Geniet nog even in deze chique loge van jullie chemisch gekleurde drankjes. Ik kom zo meteen terug bij de helden van Ed Nijpels. Maar van Edje ga ik naar Tedje. Mijn bloedeigenste Ted van de Barre, ja. Ik noem je nou al 6 afleveringen lang mijn held. Dat is die ook. Ik bedoel, ik zou mij geen betere assistent kunnen wensen. Bedankt. Maar je bent een held. Heb je ook helden? Ja, ik heb ook sporthelden zoals iedereen heeft ook. Of tenminste, iedereen heeft helden. Ja? En ik heb zeer veel sporthelden. En ook zeer veel muzikale helden. Jouw eigen sport? Onder andere de Highland Games. Ik heb ze van de week in Uskwert mogen bekijken. Ja. Hij was kampioen Highland Games in Uskwert. Mijn vriendin vond je een poepie. Dat is leuk. Je was wel het grootste poepie dat er rondliep trouwens. Ja, daar val je wel een beetje op. Heb je in die sport helden? Ja, maar die mensen die kan je te persoonlijk, dus die kan je weinig een held noemen. Kijk, je bewondert wel iemand van je sport, maar het zijn geen helden voor je. En bovendien ben jij de beste, hè? Het is moeilijk om een andere held te vinden. Dat wordt het moeilijk, ja. Ja, want hij wint. Je wint altijd, hè? Vaak. De sterkste man van de wereld. Ik win vaak, ja. Oké, dan even niet op sportgebied. Wat zijn er nog meer voor helden? Muzikale helden heb ik ook zeer veel in. Je houdt van muziek? Ik hou van muziek, ja. Je komt uit Vlaardingen? Ik kom uit Vlaardingen. Maar het klinkt heel Rotterdams allemaal. Het klinkt Rotterdam. En kijk, in Rotterdam dat heb veel mensen te bieden. Dus ook veel muzikale mensen te bieden. En je hebt een held? Ik heb een heldin en dat is Annie van Hetzelfde. Annie van Hetzelfde? Ja. Oké. Okay. Nou, laat ik nou eens de assistent spelen. Ik ga eventjes naar Annie van Hetzelfde, de heldin van Ted van de Parre. Kom maar even mee. Ja. Dat is Annie van Hetzelfde. Ja. Blijf zitten. We gaan even... Ted, hier daar zitten? Of niet? Ted, hier zitten. Ja, dank u. En u gaat daar zitten. Dank u wel. Dat is vriendelijk. Nou, zo zitten we er mooi bij. Annie van Hetzelfde. Jawel. U bent de heldin van Ted van de Parre. Jawel. Hoe voelt dat? Wat zou je denken? Nou ja, ik denk dat u wel gevleid moet zijn. Ja, nee, dat is goed zo. Het zit wel goed. Ja? Ja.
Mag ik vragen hoe oud u bent, of is dat heel onbeleefd? 71. 81. Oh, dat gaat snel. 81 jaar. En u speelt nog steeds? U speelt saxofoon? Ja, ja, nog steeds. Nog steeds. U treedt ook nog steeds op? Jawel, jawel. Zolang ik gezond blijf, blijf ik spelen. En u bent nog gezond? Gelukkig wel. Ted, waarom is ze precies jouw heldin? Ik heb er een keer op televisie mogen zien. En ik heb ook pas alleen een stukje over u gelezen in de krant. En dat sloeg enorm aan bij mij. Nou, fijn. Ja. Ik vind het heerlijk dat u het leuk vond. Ik hoop dat andere mensen het ook allemaal mooi vinden. Waarschijnlijk wel. Dat kunnen we gaan beoordelen, want dat stukje op de tv dat jij gezien hebt, Ted, daar gaan wij nu eventjes zelf naar kijken. Het is een fragment uit het NOS-journaal van vorig jaar, toen Annie van Hetzelfde het ouderenjaar 1993 afsloot. Komt-ie. Ja, heus, ik ben echt 80. Ik word overal nog gevraagd, overal. En dan zegt mijn man, nou doe het nou maar eens een keertje niet. Vind nou, nee, ik ga wel. En dan voel ik me lekker. Uit het onderzoek, zowel in februari als in november jongstleden, blijkt dat ruim 80% van de Nederlandse bevolking vindt dat ouderen boven 50 niet hun arbeidsplaats moeten verlaten om jongeren toe te laten. En dat lijkt op grote publieke steun voor het voornemen van het kabinet om dat ook vast te leggen. En wat mevrouw van Hetzelfde betreft, die blijft nog heel lang doorspelen. Annie van Hetzelfde, en ze gaat voor ons spelen I'm in the Mood, begeleid door de pianist César.
Fanny van Zelfde, saxofoniste uit Rotterdam. Wat zeg je nou? Vond je het mooi? Jazeker wel, criminal. En waar is mijn held, Ted van der Parre? Is die footsie, want u bent zijn heldin. Mooie kerel is dat, is die weer vandoor. Nou ja. U hebt er wel een beetje van genoten. Oh, altijd. Ik hoop dat u nog heel erg lang saxofoon blijft spelen. Ja, ik hoop het dan een beetje. En u zit hier nou lekker. Ik hoop dat Ted even naast u komt zitten. Ja, dat is goed. Dan maken wij het programma nog even af. Ja, okay. Heel erg bedankt. Een enorm applaus voor Annie van Zelden. Bedankt. Oké, we naderen het eind van dit programma, maar er moet nog iets gebeuren. Dat moet hier gebeuren, dat is heel belangrijk. Let op, de helden van Ed Nijpels. Jullie doen allemaal een beetje vies werk. Een beetje dat je zegt, nou, dat werk zou ik niet willen doen. Ik denk dat de meeste mensen er hier in het spand en ook u thuis wel zo over denken. Baantjes waarvan we blij zijn dat wij het niet hoeven te doen. Nou, ik wil even een klein wedstrijdje gaan organiseren. Wie heeft nou echt... Alles meer is de baantje van jullie. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En u hier in het spand gaat dat mede bepalen. We hebben een applausmeter. Die gaat zo meteen aan. Dan wil ik dat u uw waardering voor dat gore, smerige werk van deze mensen in applaus omzet. En wie het meeste applaus krijgt, die heeft het vieste beroep. En dan ga ik meneer Ed Nijpels vragen om de decoraties uit te reiken. Maar eerst de contest. Oké, u gaat zo meteen applaudisseren. Concentratie. Doe je best, ik wil het goed horen. Wat is uw waardering? Een applaus uitgedrukt voor het werk van de stadsreinigingsheren Timmer en de Haas. Alle gele lampjes waren vol. Ik weet niet precies hoeveel te zijn, maar geen rode en alle gele zijn vol. Dat kunnen we wel onthouden. Oké, laat u op. De volgende. Wat is uw waardering voor het werk van de Utrechtse straat... Thuis ook meeklappen, je weet nooit of het helpt. Voor de Utrechtse straatveegsters. Monique Berens is er niet, maar wie er wel is... Jacqueline van Kouwen. Gele lampjes vol en één rode erbij, dus jullie stijgen ietsje hoger dan de heren Timmer en de Haas. Ik weet niet precies waar het dan ligt, maar jullie scoren in elk geval hoger. Oké, deze man doet ook heel erg smerig werk. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Uw waardering voor de chemisch afvalsorteerder uit 's-Hertogenbosch, Gerry van Zunder. Die blijft daar dan weer net één... Ja, ga je in je eentje door de rest vanavond? Dat helpt niet hoor. Nee, hij blijft één lampje onder de heren Timmer en de Haas steken. Met uw vieze baantje bent u derde geworden. Timmer en de Haas tweede. Jacqueline en Monique zijn eerste geworden. We gaan naar het ereschavot dat hier op het podium staat opgesteld. Kom allemaal even mee. Meneer Nijpels ook? Jazeker. Ga er maar achter staan. Oké. Jij achter de nummer 1. Okidokido. Derde is geworden in deze o zo belangrijke vieze beroepenwedstrijd. Gerry van Zundert. Tweede is Timmer en de Haas. En eerst is Jacqueline van Kouwen en Monique Berens. Da-da-da-da. Daar komt hij. En daar komt Ted van der Parre. En daarom was hij niet bij Annie van Hetzelfde, want hij brengt de trofeeën. Ik zal het kussen vasthouden. Meneer Nijpels, aan u de eer, de kleinste wasknijper. Of gaan we niet bij de derde prijs beginnen, dacht ik? Niet bij de derde prijs. Derde prijs gaan we beginnen. Derde prijs. Geus dit. Voor Gerry van Zunder. Dankjewel. Succes met je werk. Op je neus. Op je neus. En de tweede prijs, iets grotere wasknijpers, van goud op de neuzen van de heren Timmer en Daas. Zijn heren klaar? Mooi, hè? Wat een video. De eerste prijs gaat naar... Jacqueline van Kouwen en Monique Berens uit Utrecht. Neem de andere knijper mee voor Monique. Komt u hier staan.
aan. Ted heeft nog een bloemetje voor je. We willen dat je dat aan Monique geeft. Zal ik doen. Oh, dat kust maar raak. Het is een zoenerige avond. Dank u wel. Bloemetje en beterschap voor Monique Berens. Gefeliciteerd, Jacqueline van Gouwen. Dank u wel. Ted, applaus. Dat was het voor vanavond. Dank u wel, Ed Nijpels, dat u hier wilde zijn met uw helden. Gefeliciteerd, de helden van Ed Nijpels. Dit was het. Volgende week zijn we er weer. Kijken, zelfde plaats, zelfde tijd. Bedankt. Tot. I'll be back.